Faisal, een 4-2 overwinning thuis tegen Lommel. De eerste goal was misschien nog lucky, maar daarna leek het echt wel een ontketend Lierse. Ja, zeker. Na de 1-0, ik denk dat we dan meer vertrouwen kregen. Dat we dan in de wedstrijd kwamen. Dat we dan ons eigen voetbal speelden. Soms een beetje te overdreven. Ik denk als we volgend seizoen in eerste klas blijven, ik denk dat we dan de tegenstanders meer moeten respecteren op dat gebied. En ik denk dat we toch nog, alsnog dat we een goede wedstrijd hebben gespeeld, denk ik toch dat we nog volwassener moeten worden. Zoals de laatste fout, Kerry mag die niet pakken. En we moeten nog een paar puntjes werken, maar oké, we genieten van de zegen van vandaag. En nu hopen dat we thuis tegen Leuven ook winnen. Je zegt het zelf, die rode kaart, een beetje een domper op een heel goede wedstrijd van Lierse. Ja, ik denk dat we daar, zoals ik al zei, volwassener op moeten worden. Ik denk als Kerim er niet op ingaat, want het is normaal dat ze uitdagen. Ja, we staan 4-1, 4-2 voor. We spelen goed voetbal. We hebben zeker misschien wel 60-70% balbezit. Dan is het normaal dat de tegenstanders dan boos worden. En ik denk dat hij daar slimmer op moet reageren. Jij maakt zelf het derde doelpunt, weer een heel knap afstandsschot. Je maakt er een beetje een gewoonte van, hè? Ja, ik denk dat het mijn kwaliteit is, afstandsschot. Want met plaatsen ben ik zo niet zo goed, dus ik maak er gebruik van. Oké, ik scoor vandaag een doelpunt, goed meegenomen. Maar ik denk dat de 3 punten zeer belangrijk waren, zeker na de winst op Eupen. Leuven en Eupen spelen 1-1 gelijk. Ook een heel goed resultaat voor Lierse. Ja, zeker. Ik heb het gehoord na de wedstrijd. Dus nu moeten we thuis tegen Leuven zeker winnen om even de ploegen achter ons te laten en op voorsprong te komen. En ik denk dat we, als we dan nog 1 wedstrijd winnen, denk ik toch wel dat we in eerste klasse moeten blijven. Maar ik denk dat nog niks voorbij is. En zoals ook al is het tweede klas, het blijft hard. Dat hebben we gezien op Eupen. We hebben hier de laatste 5 minuten gezien. Dus ik denk dat we toch nog geconcentreerd moeten blijven voetballen. Oké, dank je, Faisal.